Use your faults, use your defects, then you're going to be a star. Ik kan geen garanties geven. In één woord, ik zou zeggen, een kanje. Nog een flinke weg te gaan. Ja. Zijn werk is in orde. En verder is het een gewone 4 MAVO-leerling. Van wie kreeg Engeland de opdracht om Palestina te besturen? Want Engeland zou nooit zelf gezegd hebben natuurlijk, wij willen Palestina hebben. Maar de voorverbond, de voorloop. Aan het einde van de les wel, als het een beetje begint te vervelen, dan ga je denken van, wanneer is het nou afgelopen? Maar met de lessen ben ik altijd bezig, met de lessen zelf. Pas na de lessen, dan ga je concentreren op het voetbal. Dan is het ook belangrijk dat je het scheidt, want anders krijg je problemen met school. Want voor de wedstrijd zelf, dan ben je gewoon puur met de wedstrijd bezig. Alleen. Dan heb je geen school in je hoofd. Dus dat is wel goed zo. Je kunt eigenlijk aan de manier waarop jongens zich bewegen, waarop jongens met de dingen bezig zijn, kun je eigenlijk al zien of ze ver komen in de sport. En ook misschien wel in hun carrière na de sport. Het zijn jongens die, zoals ik net al zei, heel zelfbewust bezig zijn en eigenlijk al weten wat ze willen, want dat weet hij ook al. Hoor. Hij weet echt waar hij mee bezig is en wat hij wil. Ook al ben je het eerste, ben je er nog lang niet zelf schuldig, is er nog niet qua voetbal, zeg maar. Weet je wel, maar ik bedoel, maar trouwens, volgens mij geen enkel voetballer kan er ooit zijn, want niemand speelt perfect. Maar je moet wel, hier moet je er wel bij zijn. Hey, het gaat niet op de Ajax. Hoi Berger. En Ojer. Wie geht's mit dem Deutsch, Clarence? Ja, alles klaar zeggen ze daar. Ik ben spoedig. Je kunt berichten in Trent. Er heeft in het verleden jongens als Van Basten, Vanenburg, van het Schip, begeleid bij Ajax, Bosman. Past hij in dat rijtje thuis? Ja, ik denk het wel. Dan ben ik nog voorzichtig, maar hij hoort wel in dat rijtje thuis van jongens die echt heel goed bezig zijn. Ja. Ik verwacht wel wat van hem, ja. Vervolgens doet me nu wel wat, ja. In het begin vond ik het maar een beetje niet erbij horen, weet je. Waar ik snel volgens te horen voetballen, maar als je het gewend raakt, dan ga je steeds beter naar luisteren. En dan op een gegeven moment pakt het je toch. Bij Clarence komen een aantal zaken bij elkaar. Hij is sterk, atletisch gebouwd. Is links- en rechtsbenig, heeft een goede passeerbeweging, heeft een goede tackle om zelf in balbezit te komen en heeft een goede versnelling. Maar hij wil graag wat te zeggen hebben en soms moet het en soms moet het niet. Het neigt soms naar nonchalance. En ik denk dat dat een concentratieprobleem is. En dat heeft te maken met leeftijd. Als het te ver is, moet je een paar ballen op de kind zijn. Mooi man. Ja! Het is een droom, duidelijk. En een droom moet je naar werken. Hij laat duidelijk zien dat hij het wil. Het ligt aan de ontwikkeling in de komende tijd, hoe die zich gaan voortzetten. Ik hoop in ieder geval dat hij erbij is, ook al is het als reservespeler. Het zou mooi zijn voor hem, het harde werken van hem. En ik denk voor Nederland ook. WK is nu mijn doelstelling. En daar ga ik voor werken. Het is nog, ik heb nog tijd om het te doen. En als het
behaald is, dan praten we wel weer met elkaar.